Ik leerde Solomon voor het eerst kennen bij de snackbar waar ik toen werkte. We vonden elkaar vanaf dag 1 al hartstikke leuk. Wat leidde tot ergernis bij mijn ouders die het via via hoorden. Tijdens de koffieochtenden in het wijkcentrum zei mijn moeder dingen zoals: ook al hebben Akane en Solomon hetzelfde geloof, iemand uit Algerije begint absoluut geen relatie met een jongen uit Ethiopië. Imra, de vriendin van mijn moeder, hoorde alles en besloot me te waarschuwen. Laat het je niet gebeuren dat je ouders je straks tijdens de zomervakantie in Algerije alleen achterlaten, zonder mobiele telefoon en paspoort. Ik schrok daar flink van. Imra adviseerde mij om samen met Solomon met mijn ouders te gaan praten. Imra ging gelukkig mee, want zonder haar had ik dit niet gedurfd. Tijdens het gesprek vertelden ze mijn ouders over andere stelletjes uit verschillende culturen en hoe zij gelukkig zijn. Ook vertelde ik in het gesprek dat ik graag met Solomon verder wilde en dat ze daaraan moesten gaan wennen. Verder zei ik ook dat ik in de zomervakanties niet meer naar Algerije zou gaan om familie te bezoeken. Dat was wel even slikken voor ze, maar uiteindelijk begrepen ze dat dit is hoe het moest zijn. Nu gaat het redelijk goed tussen ons en mijn ouders. Ik ben blij dat ik nee heb gezegd en hiermee achterlating heb kunnen voorkomen. Ook jij hebt recht om nee te zeggen tegen achterlating. Check rechtopnee.nl